Ik werk bij de businessgroep Audio. En daar ben ik bezig met het ontwikkelen van producten. Zoals klokradio's, wereldontvangers en moving sound. Een concept voor de jeugd. Easyline producten, misschien kent u ze wel. En specifiek houd ik me bezig met het plannen van een productrange voor de komende jaren. En met het verzinnen van nieuwe concepten. Hoe bedoelt u dat, verzinnen van nieuwe concepten? Hoe zo'n ding eruit komt te zien? Ja, nou, wat daar ligt? Nou, dit is bijvoorbeeld dan de Collection. En dat is een concept wat speciaal is ontwikkeld in het kader van 100 jaar Philips. Het 100 jaar bestaande dit jaar. We wilden met deze producten laten zien een combinatie van vormgeving en van innovatie in de techniek. Lampenvrouwtjes, dat is wel duidelijk, vind je niet meer bij Philips. Die dateren nog uit de tijd van deze maquette, met toen aan de uiterste rand van Eindhoven het kleine fabriekje waar het allemaal begon. Eindhoven anno 1900 was een stadje met 4000 mensen, met een naar het lijkt veel te grote kerk, de Sint-Katrien, die hoog boven alles uitstond te domineren. Het eerste Philips-fabriekje is nu het troetelkind van het concern, waar kostbare herinneringen worden gekoesterd. En meneer Gerard van de eerste Philips-lamp, die zo graag met stroom knutselde, kreeg een steen in de gevel. Eindhoven 1991 breekt en bouwt nog steeds. Het lijkt er nooit genoeg van te krijgen. Waar in 1900 de stad ophield, is een wereldconcern gegroeid waarbinnen veel mensen van deze tijd het gezicht van het huidige concern bepalen. Ja, het is heel internationaal, het is heel dynamisch. En zeker, ja, ik houd ook heel erg van muziek. En ik zeg wel eens tegen mijn vriendinnen van, volgens mij is het een van de weinige bedrijven waar je samen met je baas aan de nieuwste CD van Madonna aan het luisteren bent. Als je onder de gang loopt, dan maak je het vaak mee dat uit verschillende kamers verschillende muziekstijlen komen. En dat al in het kader om onze apparatuur te testen. Dus ja, dat is eigenlijk wel leuk. ...1948. Meneer Anton is 50 jaar getrouwd. Heel het bedrijf kwam dat met hem en zijn familie vieren. Nou, hier voel ik me eigenlijk het meeste thuis. Want ik ben zelf werktuigkundig ingenieur, ik ben geen elektrotechnicus. En dan vind ik het leuk om te zien hoe dit hele vakmanschap bij Philips eigenlijk al deze jaren doorgegaan is om zich te perfectioneren. En in deze hal worden op het ogenblik gemaakt de matrijzen voor de glasfabrieken die de schermen persen en de konussen voor de televisie beeldschermen. En dat is, nou, de hoogste vakmanschap is daarvoor nodig. En dan zijn ook de duurste machines mee bezig. Dit zijn machines die hier achter me staan, die kosten tussen de 1,5 en 2 miljoen gulden. Miljoenen machines in het arbeidsproces van nu, eenvoudig lijf- en longenwerk van glasblazers aan het einde van de jaren 20, vereeuwigd door de cineast Joris Ivens. Philips ben ik begonnen als machinereparateur. Nee, eigenlijk begonnen als gewone losse werkman. Ik ben gepensioneerd naar de hand als hoofdinstructeur. Maar nooit niet op papier gekregen. Omdat ik daar school had en alles. En dan moest de Engelsen, al die buitenlanders en zo, die moest ik de machine inbrengen. Leren. Ja. En dan moesten we dat boek over schrijven. Dus ik was die man die alles vertellen moest.
die naast mij zat, die ging dat allemaal opschrijven. En vertalen? Ja, en vertalen. Ah, juist. Maar u had de kennis? Ja. Het kan er zelfs in deze tijd nog rustig zijn in het Philipsdorp. Ondanks alle aanpassingen en moderniseringen heeft het zijn eigen sfeertje behouden. Anders was het er in de oorlogstijd. Het Philipsconcern was meermalen doelwit van bombardementen. Ook op 6 december 1942, Sinterklaasdag. De Britten stuurden een cameraman mee in een van de bommenwerpers. En rond kerstmis 1942 konden de Britten in hun bioscopen de bomaanval op de Philipsfabrieken meebeleven. This is the Gaumontish News, presenting the truth to the free peoples of the world. The Dutch coast. Ik liep toevallig met twee kinderen van mij hier op Brabantia uit. Dat was Brabantia nog goed bekend. Ja, voetbalclub. En ja, en de ene keer kwamen die vliegtuigen over, metrailleurs en manier op ons schieten of op de bevolking. Maar dat was meer op de soldaten, op de bewaking. En in de ene begon het los te komen. Vielen de bommen. Nou, ze waren ze even aan het strooien, Sinterklaas cadeautjes en dus allemaal. Maar het was heus geen Sinterklaas cadeautje. Want daar waar we hadden moeten schuilen, dat lijn gelijk in elkaar. That's it. That's the Phillips works ahead. German anti-aircraft gunners are opening fire. The bombers machine gun back at them. Dat was natuurlijk ontzettend naar. En vooral was het ook zo naar dat wij het gevoel hadden dat ze het verkeerde doel bombardeerden. Want op dat ogenblik maakten wij eigenlijk in Eindhoven nauwelijks iets wat erg belangrijk was voor de Duitsers. Het feit dat Philips in de oorlog voor de Duitsers moest fabriceren had ernstige gevolgen voor de burgerij. Bij de luchtaanval misten veel bommen de fabrieksgebouwen en vaagden hele winkelstraten weg. Meer dan 100 mensen stierven. Het bedrijf leed zware materiële schade. En daarnaast stond een pracht van de machinefabriek, allemaal mooie nieuwe draaibanken, freesbanken, kotterbanken en alles. En alleen allemaal beneden in het puin. Ja. Het was om te huilen als je dat gezien had. En nou ja, de boel die ging er toen aan. Maar ik herinner me nog wel dat wij toen onmiddellijk hebben gezegd, jongens, we gaan de boel opruimen en na de oorlog bouwen we de boel zo mooi op als het voor die tijd niet geweest is. Toen u aan het hoofd stond van het concern, toen draaide alles wel beter dan nu. Hè? U zat in een periode dat de bomen tot in de hemel leken te groeien. Nou, het was wel zo dat je juist tussen 1960 en 1970 een grote boom was in Europa en ook daarbuiten. En dat we in die tijd ja, vele dingen konden die op het ogenblik onmogelijk zijn. En dat we nu met de Japanse en de hele wereldconcurrentie moeten proberen ja, de buikriem zo aan te trekken dat we mee kunnen doen. Ja. En dat is natuurlijk een nare zaak. Ja, u bent gepensioneerd, u staat er dus volledig buiten, maar ik zou u toch willen vragen, gaat het u ter harte wat er nu moet gebeuren, ook met een groot aantal werknemers? Nou kijk, ik geloof iedereen die een hart heeft, die moet het ter harte gaan. Maar ik vind dat er geweldig veel begrip is bij de mensen die eerder moeten vertrekken op het ogenblik. En toch moeten zorgen dat er ruimte blijft voor jongere mensen om het vak weer te leren.
En daar heb ik grote bewondering voor. Volgens de laatste berichten lijkt het erop dat Philips in de concurrentiestrijd met Japanners een belangrijke slag heeft gewonnen. Toch zullen bij wijze van besparende maatregel ongeveer 5000 55-plussers in Nederland het bedrijf moeten verlaten. Onder hen ook Kees Spamer. Hij kwam in 1958 zo vanuit de militaire dienst naar Philips en maakte er 33 jaren vol. Kijk, ik had mij natuurlijk een ander einde aan mijn Philips-carrière gedacht. Ja. Maar het is nu eenmaal zo dat, dat deze besparende maatregelen genomen moeten worden. Aan de ene kant denk je natuurlijk, je staat daar mooi te kijken. Aan de andere kant heb ik, maar dat komt pas weken nadien als je erover nagedacht hebt, dan komt pas aan de orde dat je denkt, ja, het kan eigenlijk ook niet anders. Maar ik zou je wel vertellen, toen ik het eenmaal wist, zeker wist, toen het me verteld was, dan heb je wel het idee dat je een klap met een natte vaardoek in je nek hebt gekregen. Slapeloze nacht. Dan ga je naar huis, je maakt ruzie met je vrouw, die zegt dan, Kees, ik kan daar ook niks aan doen. Een nacht lig je er wakker van. Niets meer dan dat. Tenminste, ik ben de volgende morgen begonnen om na te denken over de toekomst. Van wat kan ik nog en wat wil ik nog. Als u uw leven nog eens een keer over moest doen, zou u het dan weer bij Philips doen? Inderdaad, wanneer ik zo... Ja. Waarom? Omdat ik er werkelijk prettig gewerkt heb. Ik heb ook dag en nacht gewerkt, door rust te zeggen. Maar toch hadden we... zin erin, omdat je vrije zin mag doen en alles. Het was juist om op te bouwen, om iets te presenteren. Gaat u het vieren? Nou, we worden gevierd, laat ik het zo zeggen. Wij vieren het met bepaalde bijeenkomsten nog van de directie waar we worden uitgenodigd. Maar nee, het is niet zo dat wij zeggen, nou gaan we het eens lustig vieren. Dat is geloof ik ook beter niet. Ik geloof dat... wanneer er een boel mensen je gedaan moet geven, zoals ze het hier noemen. En dan kan je niet tegelijkertijd een groot feest vieren. Maar ik weet wel dat vanuit de gemeente Eindhoven men toch wel het een en ander wil doen. Om te zeggen, nou, wij zijn toch Philips ook wel dankbaar. En daar willen we toch nog eens uiten van hoe Eindhoven gegroeid is in deze 100 jaar. Dat was toch zonder het initiatief ook. Van mijn vader en mijn oom was dat eigenlijk nooit zo tot stand gekomen. Dank u wel voor het gesprek. Nou, dan wordt het wel een beetje, hè?